We hebben berichten gezien dat een Kamerlid van de PVV, namelijk de heer Marcus, over banden zou hebben met de Mossad, in verband zou zijn van de Mossad. Dit is ook een geval van buitenlandse inmenging. Dit soort beschuldigingen, dat kan toch niet in dit parlement, dat je iemand zomaar beschuldigt van banden met de Mossad en weet ik veel wat. Dat kan toch niet, voorzitter? Er wordt verwezen naar artikelen waarin dit staat. Dat helaas is gewoon ik heb het niet verzonnen. Feit. Dus ik ga er niks over zeggen. Meneer Marcus Houder is hier helemaal niet eens. Je kan zich niet eens verdedigen tegen dit. Dat is toch het goed gebruik dat dat niet goed niet wordt gedaan in dit parlement. Er wordt verwezen naar berichten uit de media. En in die media berichten zijn er. De heer Ram die gaat hier een beetje huilie-huilie doen op het moment dat er gewoon feiten benoemd worden. In de media berichten staan dat er van een Kamerlid bij de PVV, dat die informant zou zijn van de Israëlische Veiligheidsdienst. Dat staat daar. Dat kan ik niet veranderen. Dat de PVV geld heeft gekregen van organisaties die banden hebben met de Israëlische regering. Dat is feitelijk. Die informatie kennen we. En ik zou tegen de PVV willen zeggen, 20 jaar lang heeft de PVV verdachtmakingen de wereld ingeslingerd over Nederlandse moslims, over vluchtelingen. En ik zou tegen de heer Ram willen zeggen, tegen de PVV, wen er maar aan dat er een weerwoord is. En dat dat soort dingen consequenties hebben. En dat wij de PVV en de heer Ram confronteren met het spiegelbeeld van het feit dat de PVV jarenlang heeft bewezen een extreemrechtse partij te zijn.